We staan hier nu in Antwerpen voor de gebouwen van de Antwerpse OCW. En het is in deze gebouwen dat er dus wekelijks een zestal bijzondere comité's van sociale bijstand plaats hebben, waar politici beslissen over het al of niet toekennen van leefloon of bijstand bij behoeftige mensen. Maar waar er dus ook wekelijks een aantal lokale adviescomité's, commissies bijeenkomen en waar dat eigenlijk beslist wordt, waar dat er een advies moet gegeven worden om al of niet afsluiten van water of energie. In Antwerpen vorig jaar werden 1580 gezinnen afgesloten van water wegens betalingsmoeilijkheden. Krijg geen water zonder geld en het is met ons triestig gesteld op mijn mansarde. En de stad blijft doof en blind voor een bewoner met een kind op mijn mansarde. Waterafsluiting is iets dat natuurlijk niet kan. Maar het is een symptoom. Het is een symptoom van een sociaal beleid dat vertrekt van een juridisch kader. Kijken of iemand wel recht heeft op sociale bijstand. En als het dan echt moet, ja, dan gaan wij wel iets geven, een gunst. Nu, het geval van het afsluiten van water, kijkend naar alle regeltjes en niet kijkend naar de mens die daaronder leidt, dat is een sociaal beleid dat Groen niet wil. Dat is een sociaal beleid dat alle progressieven niet willen. En daarvoor moeten we aan de linkerzijde met de progressieven samen dit probleem op de agenda zetten om te beginnen op de volgende OCW. Brengen water naar Bahrein, dus waarom zou er dan geen zijn op mijn mansarde? Water, dat is een mensenrecht, dus voel ik mijn heel slecht op mijn mansarde. Mensen in armoede hebben het helemaal niet gemakkelijk in onze maatschappij. Vooral de toevoer van energie en water is cruciaal hier in onze westerse wereld om een normaal, menswaardig bestaan te leiden. En tot mijn grote verwondering heb ik als Groen OCW-raadslid vastgesteld, samen met mijn collega van PvdA, dat de watertoevoer in Antwerpen regelmatig wordt afgesloten bij gezinnen die hun factuur niet kunnen betalen. De gevolgen daarvan lijken oncomfortabel, maar eigenlijk zijn die gevolgen veel erger. Mensen kunnen zich niet wassen, hebben geen drinkbaar water, moeten duur flessenwater kopen. Dit is onwaardig voor de maatschappij. Antwerpse waterwerken die maken meer dan 17,9 miljoen euro winst. Het is bij de meest winstgevende watermaatschappij van België. En het cynische is dat zij dan de grootste afsluiters zijn. En dat heeft ook te maken met die haven, waar zij heel veel geld aan verdienen. Eerst water! De rest komt later. Eerst het water. De rest komt later. Water is echt een mensenrecht. Water is echt een mensenrecht. Eerst het water. De rest komt later. Eerst het water. De rest komt later. Water is echt een mensenrecht.